Welkom in de Waterwolf. We zijn hier op de Zeemanlaan nummer 1 in Bad Hoefendorp. En we gaan hier een brasserie bouwen. Een brasserie voor het dorp. Een brasserie waar je elkaar ontmoet. Waar je afspreekt met je vrienden, je familie, met kennissen, met collega's, met klanten. Echt een zaak waar het dorp bij elkaar komt. Ik heb een passie voor eten en drinken en voor gastvrijheid. Anderhalf jaar geleden ben ik in Bad Hoefendorp komen wonen. En ik zie gewoon dat mensen hier echt behoefte aan hebben. Een toegankelijke zaak. Waar je gewoon even binnenstapt voor een hapje, een drankje, brunch, lunch, diner, een borrel. Eten waar je echt zin in hebt. Hier aan de kant van de Slotenweg komt een groot terras, 80 tot 100 stoelen. Echt een zichtlocatie, het is natuurlijk het kruispunt van het dorp. De plek waar het dorp samenkomt met de polder. Hier midden in de zaak komt een grote bar. Waar je elkaar kan ontmoeten met een hapje en een drankje. Uiteraard tafeltjes en stoeltjes in verschillende hoogtes. Hier aan deze kant een open keuken, zodat je de koks aan het werk kan zien. Omdat het een brasserie is, zijn we van plan om met typische brasseriegerechten te gaan werken. En uiteraard gewoon een goede koffiemachine, zodat de barista's geweldige koffie en thee kunnen schenken. Het wordt een lekkere lichte zaak met al die ramen. Veel kleur, echt een plek voor moderne gastvrijheid. Bad Hoefendorp gaat een ontwikkeling door. De A9 verdwijnt, er komen nieuwe woonwijken bij. Er is sprake van een middelbare school. Het Lorensplein wordt zo dadelijk herontwikkeld. En je ziet dat er echt een nieuw elan komt in het dorp. En de Waterwolf hier op deze plek gaat de toegangspoort zijn naar het nieuwe centrum. Weet je wat het is? Ik wil een zaak maken waar je binnenkomt en je op je gemak voelt. Of je nou afspreekt met vrienden, familie, opa en oma, kleinkinderen of met klanten of met collega's. Dat je vanuit het werk naar huis belt en zegt, zullen we een hapje gaan eten bij de Waterwolf? Hier komt Bad Hoefendorp samen.